besluit heeft een enorme impact, ook voor onze kinderen. Wij werken namelijk heel intensief samen met het WKZ. En wat wij nu zien, is dat voorgenomen besluit die concentratie en samenwerking helaas dan teniet zal doen. In het belang van onze gezondheid, van onze kinderen, dat wij hier kunnen blijven komen en dat het team compleet blijft. En daar strijden we voor en vele mensen met ons. Wij gaan daar met een delegatie ouders, artsen en andere medewerkers van het ziekenhuis de petitie namens alle belanghebbenden aan de politie aanbieden. Hoeveel petities zijn er inmiddels getekend? 36.000 handtekeningen opgehaald met de mensen die het samen ook slapeloze nachten hebben. Wat wij hopen dat de minister zijn besluit wil heroverwegen met het rapport en alle cijfers een ander besluit nemen.